Nou, dit is hem dan. IJspegelspel. Zenuwachtig? Ja, best wel. Ja. Ja? Echt kriebels in mijn buik. Echt serieus? Jij? Ja, ik vind het ook wel spannend weer. Ja, want je hebt hem al 3 keer gespeeld. Al 2 keer eerder gespeeld. Dit is de 3e keer. Ja. En al 2 keer overleefd en die andere naar huis gebonjourd. Je weet in ieder geval hoe het spel werkt, inmiddels. Hey, en volgens mij heb je een knop omgezet. Ja. Je echt alleen maar op dit spel focust en de rest eventjes gewoon geblokt. Ik wil winnen. Ja. Ik wil door. Verdomme, ja. Ik wil nog even spelen, ja. Ja. We zijn nu zo lang samen en we hebben zoveel mensen af zien vallen dat het heel raar is als ik opeens uitlig. Ik kan me bijna niet voorstellen dat zij straks bij het kampvuur zitten en ze moeten nadenken, wie komt er terug, Charlie of Amanda? Ja, er wordt een harde competitie. Een echte catfight wordt dit. Twee mensen die absoluut niet naar huis te willen. Simpel, spel. Wie de meeste ijspegels vangt, die wint. That's it. Succes! Ik zou het heel jammer vinden om nu eruit te gaan. Omdat ik nu echt heel erg dicht bij het einde aan zit. Ja. Nou, geef elkaar nog maar 1 dikke knuffel. Oké, en op positie, want we gaan beginnen. Ready? Ik tel af. 3, 2, 1. En we zijn begonnen. Ik vind het nu toch ook wel een beetje spannend. Zo vlak voor de halve finale dat je dan naar huis toe moet. Even domme. Je weet niet hoe de pegels vallen. Ik weet ook nog niet hoe het voelt om een pegel te vangen. Ik heb geen idee. Voor Amanda was het de 1e keer, voor mij de 3e keer. Dus ik wist al een beetje hoe dat ging. Je wordt er niet beter in of zo. Het heeft ook te maken met geluk, met concentratie. Of je moe bent of wakker of weet ik veel. Je wilt gewoon zoveel mogelijk pegels vangen. Dus ik stond zo gespannen dat ik een trilbeen had. En ik voelde mijn kaak ook. Dus ik dacht, oh, ik ben helemaal gespannen. En ik miste er een paar. En ik dacht, nou, dit ga ik gewoon niet, gaat gewoon niet gebeuren. Nou, het liep gelijk op, dus het was wel spannend. Dus ik was zo gespannen en het werkte misschien wel gewoon heel erg tegen. Het allermoeilijkste is gewoon om die concentratie te blijven houden. Dat je zo met je hoofd bij die pegel blijft. Alweer eentje gemist. Het was niet eens de verste. Het was redelijk. Ik dacht, hoe had ik hem kunnen missen? Ja, dat is spanning. Gaat het snel? Dat gaat niet goed. Ik heb er ook nog geen, hoor. Ik vind het echt killing. Ja. Oh. Ik heb er nog maar 5, Charlie. Ik 6. Ja, ik heb ook niet 5. Ander laten vallen. We zijn ongeveer halverwege en is er nog geen eentje gevangen. Ik zou echt te trillen op mijn benen, joh. Ja. Dat is niks.
Heb je hem? 1. Maar ik heb er nog maar 3. Jij hebt er nog 4. Had je hem? Ja. Wel dan, 2. Met 2 handen klaar. En ik moest een zaum vangen. Ah! Oh. Oh. En toen dacht ik, nee. En ik vond het vreselijk. Ik vond het zo erg. En ik... Nou, ik echt... Zit je met zoveel spanning om die laatste pegel te wachten totdat hij naar beneden komt. En die komt maar niet, en die komt maar niet, en die komt maar niet. Op het moment dat je die pegel laat vallen, dan denk je... Ja, shit, het is voorbij. Ik ga naar huis. Ja, dat wordt gewoon een mentaal spelletje op een gegeven moment. Jongen, jongen. Goed gedaan. Je verdient het zo erg, jongen. Oh, ik vond dit zo nice. Echt zenuwslopend, hè? Ik stond het niet normaal. Op mijn benen. Ja, ik nu ook. Ik had het nu ook. Nou, ik sta nog te trillen eigenlijk. Ik vond dit echt vreselijk. Ik kan dit helemaal niet. Ja. Ik voelde mijn benen trillen. En ik had echt... Ik denk, nou echt... Ik wil niet eens weten hoe mijn gezicht eruit zag. Want ik voelde mijn kaken. Ja, maar je had echt een trilbeen. Ik zag het. Trilbeen. Ik was zo gespannen. En het dus was ook, echt... Het is ook dat de spanning er nu af is, hè? Ja. Zo close. Ja. Hartstikke goed. Ben je blij? Ja, straks wel. Maar nu? Dit wil ik eigenlijk nooit meer doen. En ik zei het al, ik wil geen pegels vangen. Hey, je hebt gewonnen, gefeliciteerd. Je gaat de halve finale in. Niet naar huis, wel 1000 euro. Ik heb vandaag mijn best gedaan. Als ik heb 3000 euro erbij. Dus ik zit weer in de game. Ik zit in de game. Zo. Ja. Toch al 2 keer gewonnen. Ja. Nou, nu ging het even iets minder. Ja, het ging zeker minder. Hè? Ja. Ik denk ook wat Amanda zegt, omdat er dan in één keer zoveel spanning op ligt. Zo van, oh, je bent nu toch bijna bij het einde. Dan wil je ook echt door naar het einde. Ja. Maar goed, aan de ene kant... Ik ben nu ook al tot hier gekomen en daar ben ik al zo blij mee. Ja. En je hebt verloren, dus je weet wel wat dat betekent. Ja. Naar huis. Ja. Dan heb ik goed nieuws voor je. Er gaat namelijk vandaag helemaal niemand naar huis. Dus je blijft lekker. Ja. Nee. Ja, serieus. Wat is dit nou? Er gaat vandaag helemaal niemand naar huis. We gaan de halve finale beginnen met 4 mensen. Ze zitten nog gewoon in. Op naar het einde. Ik ben heel erg blij dat ik nog mag blijven. Echt heel erg blij. Zeker omdat je dan zo dicht bij de halve finale zit, dan denk je... Ah, scheid. Dan wil je ook gewoon nog wel even die laatste paar dagen mee. Nou ja!
Wat verschrikkelijk. En dan wel een spelletje doen. Ja, het is dat ik het best een leuk spelletje vind. Maar oh. Nou ja. Nou, oké, okay, top. Ja. Geen 1000 euro, wel terug naar de groep. Hup, kom, naar de tent. Hup.